De tijd gaat zo snel en al die ervaringen die we hebben zijn nieuw en daardoor vliegt de tijd voorbij en dan ben je ineens al halverwege, niet te geloven. We waren halverwege op de Canoe Trail, maar het voelde alsof we veel verder waren, omdat we al drie staten en dat waren doorgegaan en door Canada waren gegaan. Dus het voelde alsof we al veel meer dan de helft hadden gedaan. En toch moest er nog maar één staat doen, maar dat was de helft van de trail. Maar er was geen moment dat je dan denkt van, dat is te veel of dat voelt zwaar. Je bent op dat moment eigenlijk zo sterk en mentaal geniet je er nog steeds elke dag van. Dat er geen moment is dat je denkt, nou dat gaan we niet halen. Vandaag zaten we op deze prachtige rivier, de Connecticut River, downstream. En dan gaan we opeens 7, 8 kilometer per uur en dan vliegen we vooruit. Dus dat is net zoals een asfaltweg na een paar dagen met alleen maar onverharde wegen. Toen we New Hampshire binnenkwamen, net over de helft van de trail, zagen we een beer langs de zijkant van de rivier. Het is zo heerlijk als je dan op het water zit in je kano en je hoort alleen maar je eigen paddel door het water gaan. Je hoort de wind en je hoort de vogeltjes en je bent helemaal alleen. Dat is genieten. Ja, Maine betekent eigenlijk heel veel water, veel meren, lange rivieren en eindelijk dus water in de rivieren. Dus voor ons een heel stuk minder lopen en eigenlijk een beetje achterover hangen en de rivier af peddelen. Wat we elke keer zwaar vonden is de portages. Je kano boven je hoofd dragen is gewoon heel zwaar en dat wendt niet. Je wordt wel iets sterker, dus na een tijdje kan je die kano wel zelf op je hoofd tillen. En je kan hem misschien 100 meter langer volhouden, maar het blijft gewoon loodzwaar. Dit is de kano-portage. 5 kilometer kano op je portage. Blijft vermoeiend, hoe kort ook. Al is het 100 meter met die kano. En die tas hier, hè? We hebben veel te veel eten gekregen van mensen. Het weegt echt zo veel. We hebben een paar keer het gevoel gehad dat we in de wildernis waren, dat het voelde alsof we
midden natuur, geen auto's, helemaal niks afgezonderd, honderden kilometers ver weg waren. In Rangeley hebben we 2 dagen gerust om even te bevoorraden. En daar vertrokken we op een ochtend en het was helemaal mistig. We hadden een klein stuk, moesten een klein meertje oversteken en dat was zo ontzettend mooi. Je zag eigenlijk niets rond, je zag alleen maar mist op het water. Het was een soort mysterieuze wereld waar je aan het kanovaren was. Zijn de grootste meren, zijn de langste portages, zijn de zwaarste portages. En een van die lange portages is langs de rivier waar je 3 dagen per jaar kan varen. En de rest van het jaar is die rivier gewoon te laag. En dan moet je ongeveer bijna 30 kilometer lang over de weg wandelen. De rivier staat droog. Er zit geen water of nauwelijks water in. Dus we kunnen gewoon simpelweg niet varen. En dan kun je kiezen voor een lift, maar... Dat willen wij niet. We gaan hem helemaal zelf doen. Dus dat betekent 26 kilometer wandelen. Normaal moet je ongeveer 70 mijl wandelen. Totale portage. En wij zullen wel zeker in de buurt van 100 mijl of meer komen. Gedurende de trail begonnen de kleuren te veranderen en kwam de herfst binnen. En het eindresultaat was 1 prachtig kleurenpalet van bomen en bergen. We hebben heel veel geluk gehad met het weer. Alleen maar zon, bijna geen regen gehad. Upstream section van de trail en de moeilijkste tot nu toe. Het water is zo laag dat we de kano door de rivier op het hoofd moeten dragen. Normaal was het idee dat we dit in 1 dag zouden doen en praktisch niet vooruit zouden komen. We kunnen niet varen, we kunnen niet lopen in het water met de kano. Het is echt een probleem. We hebben net al geprobeerd door het bos heen te lopen, maar dat gaat ook niet. Het is gewoon te wild, te bebost. Gelukkig hebben wij de regel geleerd om altijd genoeg eten mee te nemen. En daar gaan we zeker van gebruik moeten maken dit keer, want we gaan het niet halen. Ik kan het niet geloven. We staan hier op die verschrikkelijke KUT-weg of waterweg. En ineens komt er een andere paddler aan. Ik dacht dat we de enige op de wereld waren die zo gek waren. Niet dus.
dat was de laatste plek waar ik had gedacht iemand tegen te komen. En plotseling stond Brad voor onze neus. Finally caught up with this lovely young couple that my wife told me I had to find and say hello to. I'm Brad Cushing and I hearken from South Portland, Maine, though I wasn't born in Maine, so I'm not considered a Mainer. I try. I started on the 17th and I saw that you had gone through Arrow, New Hampshire on the 13th. And I wasn't so sure I was going to catch you at all. Toen hebben we samen met Brad verder gereisd. Heel gezellige tijd samen gehad. And I am a surgeon. And I'm partially retired, and I'm taking 6 weeks to get into the woods. As you go further and further north in Maine, there's less and less communities, and you know, you get to a point when there are no more grocery stores, and so you better have your food with you. We gaan 12 dagen de wildernis in, en dan moet je dus voor 12 dagen eten meenemen plus een reserve, ontbijt plus snacks, Clif Bars en noten en dergelijke. Lunch, vooral iedere dag wraps met iets erop. En avondeten, en dat is pasta en rijst. Yummy delivered pizza by ourselves. Na de pizza komt pannenkoek. Hier. Luxe kamperen. Voor mij is overduidelijk wind het zwaarste. Het is precies als op de fiets. Ik ga veel liever en beklim ik een berg dan dat ik tegenwind heb. Many of the lakes in Maine are very big and you can, you know, you'll be out there and all of a sudden the wind picks up and you're going straight into the wind and for hours at a time sometimes. So, you know, it's challenging. You did not have to be an majorly experienced whitewater paddler because there wasn't much big whitewater here, but it helped to be a good paddler, especially in the wind and other times like that. And visje gevangen, dat was wat ik heel graag wilde. Ik wilde graag leren hoe dat moest en hoe ik hem moet klaarmaken. Dus ik ga deze straks barbecuen. Het is niet veel, maar het is wel leuk om te leren. Drie jaar geleden, exact 30 september 2016, vertrokken we met de fiets in Amsterdam. Nu zitten we met de kano in de wildernis in het noordoosten van de Verenigde Staten.
Geen restaurants, geen mooie hotelletjes om het te vieren, maar we vieren het op zijn WeLeafs. We gaan lekker de kano sleuren door dit mini riviertje. Dit is de zwaarste carry van de hele trail, de Mud Pond Carry. Die Mud Pond Carry was hartstikke leuk. Het is eigenlijk gewoon een klein modderriviertje waar je een beetje doorheen moet ploegen en waar je vies van wordt. Dat is toch leuk? Everybody talked about Mud Pond Carry and the soul-sucking nature of it, and actually I found it to be a lot of fun. You turn the screw, turn that white. But there's a point, there's a limit where we break. The current fights the quickest way. So let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in. Ja, we hebben zeker al heel veel koude dagen gekregen met dagen onder het vriespunt, heel veel wind, gewoon onwijs koud weer. En waarbij we echt wel het koud kregen en het moeilijker hadden om onszelf warm te houden. Ook met het wandelen in het water was al koud. Dus dat was wel pittig, maar nog steeds even leuk. Nog 5 dagen tot Fort Kent. Het is de winter is in het land. Het is nu 9 uur 's ochtends, maar het is nog steeds min 1 graden. Dus het is lekker koud om in de kano te gaan. Gelukkig is het zonde vandaag. We hebben nu nog ongeveer 80 mijl, 140 kilometer wildernis te gaan. Koud. Dat was af en toe wel afzien, die koude dagen. Vooral omdat het zo koud was dat je niet kon stoppen om te lunchen en dat je echt je voeten helemaal bevriezen. Het laatste deel van de Kano Trail gaat door de Allegash Waterway Wilderness, wat ongeveer 130 kilometer pure wildernis is. Het is een downstream rivier, dus het is redelijk makkelijk peddelen. Je ziet geen enkel huis langs het water. Je ziet alleen maar wilde natuur, heel veel dieren en prachtige herfstkleuren. Je gaat elanden zien, je gaat heel veel elanden zien. Dus we kwamen mee, we zagen geen elanden en dat bleef maar duren. Geen elanden en geen elanden. Totdat we een beetje de hoop verloren waren. En dan draai je uiteindelijk na 45 dagen een bocht om op het water en er staan 2 elanden in het water. Zoë and Olivier are probably the most competent travelers I think I've ever encountered. For 2 people who had not been in a canoe before, I was very impressed. They weren't going like this down the lake, but they actually read the whitewater and the river really well. Er zijn een paar momenten geweest waarbij we elkaar de mond konden snoeren. Maar ik ben eigenlijk zelfs heel erg verbaasd over hoe goed we dat hebben gedaan. Want we weten gewoon dat we graag tegen elkaar strijden, met elkaar strijden. En nu zaten we in 1 boot en waren we echt 1 team. Dus ik denk dat we heel wat ervaring hebben opgebouwd. Maar ik zou mezelf geen expert noemen.
Na 3 dagen zouden we al weten of we het leuk zouden vinden of niet, het kanoën. Maar we vonden het eigenlijk vanaf de eerste dag superleuk. Dus we hebben geen moment gedacht dat we het niet zouden halen. Er is geen dag geweest dat we met tegens in de boot instapten of dat we dachten, poef, dit is te zwaar. Op naar Fort Kent. Nog 2 dagen en dan zijn we er. I learned about how 2 young people can have a wonderful attitude about life and about people. And after that, I learned that, you know what? I still like the outdoors. I think at some point I may go back and do the first half, or maybe if truly crazy, go back and do the whole thing. Maar daar ligt Fort Kent. We zijn er. Ik wil het bijna hebben. We zijn er. Fort Kent. We zijn aangekomen en ik wil nog veel meer kano-ervaring en nog veel meer kanoën. Dus ik vind het super jammer dat we de kano moeten inleveren en dat we er zijn. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel blij, want we hebben een prachtige kanotocht achter de rug die ik niet had willen missen. Hele mooie ervaring dit. Klaar met kanoën. Nou, waarschijnlijk zijn wij nummer 6 of 7 van dit jaar. Maar wat alleszins zeer zeker is, is dat ik de eerste Belg ooit ben. Niet vaak dat we iets 2 keer zouden doen, maar deze kano trail, ik denk wel dat we nog een keer zouden doen in hetzelfde seizoen. Hij komt ons zojuist even onze nieuwe fietsjes geven en de kano ophalen. Dat is wel jammer. Er staat ons een 3000 kilometer ski expeditie te wachten en daarna een 4000 kilometer rollerski expeditie.